Morgen komt Maxima in Hardenberg bij het LOC. Zo'n belangrijke gebeurtenis moet natuurlijk even goed geoefend worden. Communicatiemedewerkster Carina van der Veen zette haar stralendste Maxima glimlach op en liet zich naar het LOC rijden door chauffeur Arend Hofzink. Hofzink is morgen gastheer, maar wilde vandaag wel even rijden. Burgemeester Meulman had twee niet zo verlegen bloemenmeisjes aan zijn zijde. Hij gaf een hand aan de prinses voor één dag. De bloemenmeisjes gaven ieder een doortakje. Ondanks de vele onderbrekingen door het vele lachen, ging de repetitie uiteindelijk toch goed.